De drie wijzen zijn er nog eens. En op 1 zit vanavond Kamagurka. Op 2 zit Sandra Mallaerts. En op 3 onze zanger Walter. En hier is Kurt van Egen. Goedenavond, dames en heren. Welkom hier in de Ajax-schouwburg in Gierensbergen. Welkom, kijkers in België en Nederland. Dit zijn de drie wijzen. En mijn twee kandidaten, daarmee begin ik. Johan de Poorteren. Dag, Johan. Johan de Poorteren is een elektricien uit Wondelgem. Hij is niet getrouwd, hij houdt van squashen, kaarten. En een keer goed op de lappen gaan en daar dan weer kaarten waarschijnlijk, hè, Johan? Nee, dan niet. Nee? Kaarten is met familie, op de lappen met vrienden. En dat is dus? Pintje pakken. Pintje pakken. Dat is plezierig, hè? Als je vandaag misschien 600.000 frank wint, moet je eens uitrekenen hoeveel punten dat zijn. Je speelt tegen Darlene van Heulen. Goedenavond. Dag, Darlene. Wat een mooie naam. Darlene van Heulen is een studentenmoraal uit Gent. Ze is 20 jaar oud. Ze houdt van reizen, fitnessen, aerobieken, lezen en naar de cinema gaan, Darlene. Ja. En wat doe je daar in de cinema? Lezen? Nee. Film kijken. Ja, tuurlijk. Maar wat studeer je? Moraal, en ja. Wat betekent dat? Dat je de kinderen gaat opvoeden? Later, ja. Zodat het straks allemaal kamagurkas worden? Ja. Ethisch verantwoorde kinderen, dat is de bedoeling. Het eerste wat we doen is kijken naar ons eerste vraagje, hotdog. En wat is er nou zo speciaal aan deze bootrace? Dat is de vraag, Kamma. Wel, dat zijn allemaal Cubanen die op weg zijn naar Knokke Heist. het is een hele speciale reis, inderdaad. Het speelt zich af in Mississippi. Op de Mississippi, dat is een rivier in Amerika. En het jaar ervoor hadden ze daar een autorace gehouden, maar die was een beetje in het water gevallen. Dus hebben ze dan een speciale race georganiseerd voor zelfgebouwde ferryboten. En het specifieke aan deze speciale race is dat halverwege de race moet iedereen de boegdeuren openzetten. Want de aankomst bevindt zich 200 meter onder de zeespiegel. En de winnaar krijgt een zuurstoffles gratis. Nee, het is een heel speciale race. En nu kom ik tot de point van de zaak. Serieus. De aankomst is in Helsinki. Ja. Nee, een heel speciale race. Want al de bootjes werden namelijk gebouwd. Alles wat er zit, is wat dat vaart, werd gebouwd met melkkartonnen. Niet te geloven. Niet te geloven. En als wij een nieuw panelid hebben, dan geven we altijd een geweldig applaus. Deze keer is dat voor Sandra Mallaerts. Op die manier krijgen we heerlijk wat couleur lokaal in ons geëerd panel. Sandra, wat is er met die bootrace? Want daar gaat het over. Ja, wat Kamma vertelde, het enige wat er juist aan is, dat is dat het inderdaad te doen is op de Mississippi. Maar er gaat een heel verhaal aan vooraf, namelijk dat stand-af van oude gebruiken. Namelijk vroeger, toen Amerika nog een kolonie was van Engeland, had je heel veel mensen uit Europa die daar hun kans gingen wagen. En je hebt dat misschien al gezien in de films. Om een stuk grond te krijgen, moest men aan paardenrennen doen. En de winnaar kreeg een stuk grond. Wel, dit stamt een beetje uit die tijd, dezelfde traditie. Namelijk, de winnaars van deze race mogen 1 jaar gratis parkeren in Minneapolis. Vroeger mocht men of moest men 1 jaar geen belastingen betalen, maar nu mag men 1 jaar vrij parkeren, wat toch al ook de moeite is. Hoeveel keren? Een heel jaar, Kamma. Een heel jaar. Een paar keren. Walter, bootraces. Het is een zeer eigenaardige race. Ze vertrekken allemaal ontersnelst, omdat het daar nog rustig water is. Dan moet men eerst aankomen daar aan de plaats waar het water keert, waar het in een versnelling komt, waar er een stroming is van de Mississippi. Het is daar inderdaad.
En dan kan je die boot dus niet meer houden. En dan komt het erop aan, dus eerst daar aankomen, krijg je zoveel punten. Maar vanaf dat moment dat je in de stroomversnelling zit, dan moet je zorgen dat je als laatste aankomt op de volgende aankomstplaats. Mm-hmm. En dat is dus moeilijk, want die stroming is zo sterk dat je hem daar moet tegenhouden. En proberen de anderen te laten gaan op de stroom. Zeg, Walter, is dat niet een beetje warm zo midden augustus, terwijl jij daaraan hebt? Het valt nog mee. Goed, kunnen dus komen blazen. Hij heeft een hele rare huidziekte. Melkkarton, daar zijn die boten van gemaakt, zegt Kamma. Vrij parkeren als ze winnen, zegt Sandra. De laatste wind, zegt Walter. Darlien en Johan. De laatste wind. Ja. Oh, my Walter. Walter. Nee. Melkkarton? Ja. Ja. Ik meende zo van die pakjes. Je meende dat zo'n beetje gezien te hebben. Ja. Vandaar dat je denkt, ik zal je maar eens eventjes... Johan ook. Er stond ook Stassanol op, dat is nu moeilijk. Ja. Melkkarton. Ja. We gaan het nog eens even bekijken. Waaruit zijn die boten gemaakt? Misschien is het wel melkkarton. I'm here at the Minneapolis Aquatennial Celebration. I'm about to set sail on a boat made entirely out of milk cartons. That's right, milk cartons. Prachtig. Allebei. Darlin, Johan. Dat is een mooi begin. Wat is een Sante Petit? Kamma. Sorry. Ik heb een glaasje te veel gedronken, sorry. Een Sante Petit, Kurt, is... wel, iedereen heeft moedervlekken, ja? Maar vaders maken ook wel eens vlekken. En... Dat zijn dan vadervlekken. Die kun je overal vinden. Op de grond, op het tapijt, op de broek, in de zetel, noem maar op. Wel, als een moeder vadervlekken heeft, dan noemt men die moeder een Sante Petit. Dat is wel een beetje vies, hè? Ja, zeker weten. Sandra, een Sante Petit. Ja, die man is onvoorstelbaar hier naast mij. Dus maar je moet daar gewoon niet op letten, Sandra. Je moet daar gewoon niet op letten. Nee, een Sante Petit is eigenlijk een winkeltje... Uit zijn nek aan het kletsen. Ja, een Sante Petit is een winkeltje waar men alles verkoopt wat heeft te maken met heiligen. Een winkeltje waar men heilige beelden verkoopt... scapulieren. Moet je als je over heiligen gaat, moet je zeker Walter niet in beeld nemen, regisseur. Neem me niet kwalijk. Sandra gaat zeker door. Niet. Maar kelkjes. Kelkjes verkoopt men daar. Dus alles wat je wil om je huis te decoreren in de heilige sfeer. Ik heb nog nooit zo'n winkel heel mijn leven gezien, moet ik zeggen. Toch wel bestaan. Ja, maar dat is dus een Sante Petit. Walter. Een Sante Petit komt van het oude Frankrijk. Het was een heildronk die men toastte dan als er een kind geboren werd. En dan zei men santé petit. Daar komt het vandaan. Het is een santé petit geworden. En dat is een typische heildronk die men nog altijd toast geeft als er iemand geboren wordt. Een moeder met vadervlekken, denkt Kamma. Een heiligenwinkel, volgens Sandra. En Walter zegt, het is een heildronk. Darlien en Johan. Ja, de heildronk. Sante Petit. Je moet iets kiezen. Ja, je moet iets kiezen. Waarom kan dat dan niet? Met vadervlekken. Een heilige winkel. Ja. Johan? Ja? Sante Petit. Wat is een Sante Petit? En Johan scoort! Uitstekend! Ja, alsjeblieft. En in onze rubriek Veilig Verkeerd gaan wij naar kolonel Keizers. Goedenavond, beste kijkers. Vandaag behandelen wij het probleem van de spoorvorming. Het is uiteraard toegelaten om in uw wagen een en ander te laden, maar men dient daarbij niet te overdrijven. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Neem bijvoorbeeld deze auto hier voor mij. Deze Nederlander wordt uiteraard beloond met een fikse bekeuring. Laden mag, maar met mate. Dit was een gouden raad van Via Sicura Veilig Verkeerd. Confisceren! Ons Marie zal tevreden zijn. En we hebben hier uiteraard
altijd een autovraag bij. Waar komt bijvoorbeeld het woord jeep vandaan? We kennen het allemaal, maar waar komt het vandaan? Jeep. Heer Gurka. Wel, daarvoor moet men terugkeren. Moet ik even terugkeren naar het Engelse. Het Engels. Ik zal eens even in het Engels klappen. Stoort toch niet? Geen enkel probleem. Okay. Hey man, what a beautiful car you have, man. Yes, Dino, I know. It's a beautiful, very beautiful car. How much does it cost, man? 20,000 francs. 20,000, that's a cheaper. Yes, it's a cheaper. Can we make a drive, man? Yes, of course, Dino. Here we go. Eep, 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 eep. Of, hey, man, your car says eep, eep. Of course, it's a Jeep. Het woord jeep komt dus van een auto die dringend gesmeerd moet worden. Ja. Ja. Ja, prachtig. Kindertheater kan mooi zijn. Sandra. Ik hou van kinderen, Kurt. Ja, Michael Jackson ook. Lieve Sandra. Ja, jeep is eigenlijk heel simpel. Komt van de afkorting GP. En dat betekent general purpose of voor het algemeen nut, algemeen belang. En dat is ook wat een jeep is. En Walter, jij kunt dat weten. Hè? Jij hebt een jeep. Ik heb een jeep. Bij hem is het niet altijd even algemeen belang. Hè? Dus, nee, mijn maar belang. Dat is het dus. Een auto die je overal kan gebruiken. In de woestijn, op straat. Kan er verre tochten mee doen. Dus voor het algemeen nut. Door de wei, in de bergen, door het water. Overal door. Zelfs over de Vlaamse wegen. Dus allee, Walter. Hij is geschikt. Bel de wegentelefoon. Walter. Jeep komt van cheap, goedkoop. Want ja? De Amerikaanse legerleiding kreeg de opdracht om een hele reeks nieuwe voertuigen te ontwikkelen. Maar de voorwaarde was wel, het moest alleen maar dienen voor het leger. Men moest daar alles mee kunnen doen. Maar het moest erg goedkoop zijn. En vermist men ervan uitging dat een legervoertuig bijvoorbeeld geen asbak nodig had. Dat had ook geen leren interieur nodig. Geen stoffen interieur zelfs niet. Dat moest zo goedkoop mogelijk gemaakt worden. Dat heeft men ook geproduceerd. Men heeft zelfs de eerste vier ontwerpen afgekeurd. En vandaar heeft het die naam ook blijven behouden. Cheap. En cheap is gewoon Jeep geworden. Dus als ik het goed begrepen heb, rij jij met een heel goedkoop autootje, Walter. Ja. De auto die dringend gesmeerd moet worden. Maar dat... nu ik naar TV4 ga, ga ik er serieuzer komen. Ja, ja. Volgens Kamma, general purpose, zegt Sandra, daar komt het vandaan. En cheap, zegt Walter. Ja. Darling en Johan. Ik zeg altijd maar darling tegen jou, ik weet niet of dat zomaar mag hoor. Niemand gelooft het toch niet. Dus daarom. Cheap. Ja. Cheap. Jeep, jeep. Jeep, jeep. Jij zegt general purpose. Ja, ik denk het. GP. Ja. We zijn ongelooflijk benieuwd. Waar komt het woord jeep vandaan? En je hebt gelijk, Johan. Ja, uitstekend. Darling, je moet er wat aan gaan doen. Hoe meer vis... Ja, u denkt misschien dat ik nu een kleine uitleg ga geven over de visprijzen. Nee, dat is het begin van ons spreekwoord. Hoe meer vis. En het gaat op een of andere wijze verder. Wel, het spreekwoord luidt. Hoe meer vis, hoe minder water. Nee, sorry. Het spreekwoord luidt. Hoe meer vis, hoe droever het water. En het betekent? Ik weet niet. Je zou kunnen zeggen, hoe meer vreugde, maar dat is het niet. Integendeel, hoe meer vis, hoe droever het water. Als je met veel moet delen, krijgt ieder weinig. Oh. De vis wordt duur betaald. Sandra. Heel diepzinnig, Kam. Nee, het spreekwoord is, hoe meer vis, hoe meer vissers. En dat wil zeggen, als er veel kansen zijn, dan komen er veel mensen op af. Gewoon gerust zijn. Allee. Dat is het, hè, Walter. Het Walterken. Hoe meer vis, hoe meer stank. Nadelen, wil dat eigenlijk zeggen, zijn nu eenmaal niet te vermijden. Je hebt altijd dingen waar een nadeel bij zit. Dat kan je gewoon niet vermijden. Hoe meer vis, hoe droever het water, zei Kamma. Hoe meer vis, hoe meer vissers, zegt Sandra. En Walter zegt, hoe meer vis, hoe groter de stank. Darling, doe je best. Johan, doe ook je best. En ze deden allebei hun best.
Hoe groot de stank, Dalin? Ik hou het bij Walter. Ja, je houdt het bij Walter? Ja. En hoe meer vissers, denk jij? Ik hou het bij Sandra. Jij houdt het bij Sandra. Wel nu, wat was het goede antwoord? Hoe droever het water! Ja, ja. En onze muziekvraag komt van onze beide kindervrienden, Rikske en Rikske. Echte mannen, scheren zich niet elektrisch. Echte mannen doen het met zeven gewassen. Echte mannen scheren zich niet elektrisch. Echte mannen scheren zich. En dit waren onze kindervrienden Rikske en Rikske. Het was een nummer van Guido Belcondo, of Belcanto, dat ze vertolken. En hoe gaat het verder, Kama? Ja, Kama Gorko. Echte mannen... Ah, nee, wacht. Echte mannen doen het met zeep en kwast. Echte mannen scheren zich niet. Echte mannen doen het met stoel, deur of kast. Dat is alles. Ja. Met stoel, deur scheren of kast. Scheren zich met stoel, deur of kast. Het is Guido Belcanto, hè? Het is Guido Belcanto. Guido, Sandra. Ja, nee... Echte mannen scheren zich niet elektrisch, maar zoals echte mannen dat doen, naakt voor de spiegelkast. Ja. Ja. Kan ik dan ervan af wat hij scheert, natuurlijk. Ja. Als er al wat te scheren valt. Walter. Ja, Walter. Echte mannen scheren zich zoals het echte mannen past. Originaal een kolder van Walter is goed. Is, met een stoeldeur of kast, zegt Kama. Naakt voor de spiegelkast is het volgens Sandra. Zoals het echte mannen past, zegt Walter. Darlin en Johan. Johan is heel zwaar aan het denken. En wat gebeurt er? Jij denkt zoals het echte mannen past. Ja. Ja, zoals het hoort. Ze keek naar mij en ze wist het. Walter. Naakt voor de spiegelkast, Johan. Waarom niet? Ja, ik weet het niet. Hoe doe jij het? Maar we vragen het aan Rikske en Rikske. Echte mannen. Echte mannen scheren zich niet elektrisch. Echte mannen scheren zich zoals het echte mannen past. Darlin. En ze komen erbij. En we staan weer gelijk. 6.000, 6.000. Het is dus op dit moment uitermate spannend. Goed. Vraag 6. Janine Bisschops, die gaan we nu opbellen. En Janine, ja, die zit nu thuis te kijken naar ons en moet nu iets zeggen. Janine, ben je er? Ja, ik ben natuurlijk. Ik ben heel erg blij je te horen, Janine. Ik dan, Kurt. Ja. Ah. Zeg, zal het gaan, ja. Sorry. Jalozen boek. Ja, een schiet op jou. Je hebt dat goed gezegd, Janine. Dat klopt. Janine, je hebt een verhaaltje voor ons. Vertel het maar. Ja. Pas op, want ik weet iets van u. Ik ga dat tegen Johnny zeggen. Hè. Bel, ik weet van u ook iets. Houd dat maar stil. Iedereen weet van Walter iets, maar goed. Ik weet niks van u, maar ik moet ook niks weten. Mag ik even tegen Walter zeggen dat Johnny een man is? Want hij scheert zich tenminste. Gewoon. Ja, ik ook, moeder, ik ook. Mijn verhaaltje. Ik was vroeger een hevige autogramjager. En in 1957 kwam de Duitse ster Katharina Valente naar Antwerpen om haar nieuwste film voor te stellen. Dat is 1957 voor Christus dan. Ik ging dus ook haar aantekening vragen. Mijn moeder wou een foto maken van Katharina en mij. Wel, wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er toen? We vragen het aan Kama. De Tweede Wereldoorlog brak uit. Wat er toen gebeurde, is dat Katharina Valente niet op de foto wou, want ze had haar regels. Ze wou er dus niet op. Sandra, wat gebeurde er? Misschien had ze haar regels, dat weet ik niet. Maar het spreekt weinig voor de moeder van Janine. Maar toen de foto genomen werd en ontwikkeld werd, wat bleek, er stonden alleen maar de benen op van Katharina Valente. Ja, dus zal ze dan er waarschijnlijk benen. Zwak voor gehad hebben, denk ik. Walter?
Dat zou best kunnen, die benen, maar het was ook het enige wat er mooi aan was aan Catherine Valente. Want toen Janine er naartoe wou gaan om ernaast te gaan staan en mama de foto wou trekken, toen zag de kleine, jonge, prille, onschuldige, nog maagdelijke Janine Bischops hoe lelijk die Catherine Valente was. En dan is ze in paniek geslagen, beginnen janken en wou ze niet meer met Valente op de foto gaan staan. En is moeder met Janine terug naar huis gegaan. Kijk, op een rijtje. Catherine Valente wou niet op de foto. Dat zegt Kamma. Sandra zegt, de moeder heeft enkel de beelden in beeld. De benen in beeld. En Walter zegt, Janine wou niet op de foto. Ja, want ze vond Catherine Valente niet mooi. Wat doen we daarmee, Johan en Darlin? En jij denkt, alleen de benen. Ja, dat gebeurt was de wel. Foto was alleen de benen, zegt Darlin. Goed. En jij denkt, nee. Janine wilde niet op de foto toen ze Catherine zag. Ze had schrik, angst, bang. Dat denk jij. Janine, are you still there? Yes, my dear. Hola. We worden familiair. vertel maar, wat is er gebeurd? Wel, het waren alleen die benen op de foto. Darlin, je scoort. Je scoort. Ze komen erbij. Alsjeblieft. Johan. Janine, bedankt, hè. Dat is heel we zien elkaar binnenkort, hè. Dag, Walter. Hou je lekker. Dag. Dag. En we gaan voor de laatste vraag gaan we naar Camille Spieses, die natuurlijk nog altijd op zoek is naar regenwormen. Opgepast. Aandacht, aandacht. Bericht aan alle regenwormen. Bericht aan alle regenwormen. Gelieve onmiddellijk uw schuilplaats te verlaten. Het is nutteloos om u nog langer te verbergen. U bent omsingeld tot en met. Opgepast, opgepast. We gaan zo meteen, over tot de grote middelen. Uw gelieve zich dringend uit de schuilplaats te begeven. Je moet niet komen zeggen dat je achteraf niet vermittigd waart, hè? Opgepast, actie! Dat doet me dus volledig terugdenken aan dingen, hè? Aan Beermakkie. Zwart geblakerde vlakte. Verpulverde rabarberplanten. Ja, Camille Spieses. Een vlucht regenwormen. Maar wat betekent het woord beermakkie? Kamma. Beermakkie is een Zuid-Afrikaanse tuinslang. Het is een zeer giftige soort. Is zelfs zo giftig dat als je je moestuin water meegeeft, je 3 weken niet meer van je patatten mag eten. Een Zuid-Afrikaanse tuinslang. Sandra, beermakkie. Ja, beermakkie moet je eigenlijk in 2 woorden opsplitsen. Je hebt beer en makkie. En makkie, zegt het zelf al, komt van makkie, een makkie. Hè? Vooral in Nederland zegt men dat. En beer is oud-Nederlands en dat wil zeggen snel afgehandeld. Dus beermakkie is eigenlijk een karweitje dat in 1, 2, 3 opgelost is. Dat is beermakkie. Ja. Walter? Wel, in Zuid-Afrika hebben ze zo'n raar Nederlands taaltje dat men daar hanteert. En daar zegt men bijvoorbeeld niet tegen een kleine van, je moet niet huilen, doe maar kaka op het potje. Daar zeggen ze bijvoorbeeld, je moet niet huilen, maak beermakkie op een potje. Beermakkie, dus je moet... Begrijp je? Nee, oké. Het is eigenlijk West-Afrikaans. Het is een angwantibo. Het is een klein aapje. Dat is een beermakkie. Een Zuid-Afrikaanse tuinslang, zegt Kamma. Sandra zegt een gemakkelijk karweitje. En Walter zegt een soort aapje. Ja. Alsof dat hij een spiegel voor zich had. Wie gaat er naar de eindronde? We gaan het zo weten. Jij denkt die Zuid-Afrikaanse tuinslang, Darlin? Ja? Geen flauw idee. Geen flauw idee. Een gemakkelijk karweitje, Johan? Ja, waarom niet? Oh, spannend, hè? Spieses. Ellie, kom. Ellie, spring in het bokaaltje, kom. Ellie, vooruit. IP, je kunt het. IP, hup. Ja, nog een beetje. Voilà, jij mag mee gaan vissen, zie. Ja. En het antwoord, het is een soort aapje. Het is een soort aapje. En dat is het dan ook. Daarmee weten we wie dat er wint. Dat is Darlin. Zij gaat naar de eindronde. En Johan,
Johan, wat is er toch gebeurd? Je was goed gestart. Ja. En dan springt ze over je heen. Dit is de Drie Wijzenster. Ik ben van Jonne de Vnak geweest, van zus van Elzen en Rina. Walter van den Broek, Het leven naar beklag. En je krijgt nog iets te lezen. Geertrui Daan, Een vader voor Elisabeth. Veel plezier ermee. Geweldig applaus voor Johan. Dank u. Darlien. Uiteindelijk heb je toch nog gewonnen. Ik was bang op het einde dat je het niet zou halen. We hebben 12.000, een tikje, en we hebben er 612.000. Maar het is ook weer zo weer weg, hoor. Mm-hmm. Je moet alleen goed opletten. Hier komt het eerste verhaal van Kamagurka. Wacht, hè. Ja. Toen ik hier naartoe gereden ben, daarnet... Ik zat in mijn auto en ik moest mij vrij haasten, ik ging normaal te laat geweest zijn. En ik ben naartoe gereden en het eerste dat ze deden was mij tegenhouden op de autostrade. Ze hadden mij tegen. Ze altijd. Nee, dat is de eerste keer dat ze dat doen. Ah. Nee. Ze hadden mij tegen op de autostrade en ze vragen mijn papieren. Ik geef dat, want ze moeten dat niet hebben. Ik zeg, ik had ze niet bij. Ik had mijn papieren niet bij. En ik zeg tegen hen, zeg maar, je kent mij toch? Ik zeg, nee, ken ik niet. Ik zeg, allee, je kent mij toch van op tv, hè? Nee. Ik zeg, shit, man. Weet je wat, ik rij nu naar de Drie Wijzen, naar een opname van de Drie Wijzen. En als je mee rijdt, dan kun je zien dat ik in dat panel zit. En dan ga het verhaal vertellen dat mij nu overkomt, ga ik daar vertellen en dan ga ik op dat moment naar jullie zwaaien in de zaal en dan zwaaien jullie terug. Ja, voilà, heb je zin? Dus de Rijkswacht die zal niet liegen. Dus ik ben naar hier toegereden onder begeleiding van de Rijkswacht omdat ik mijn papier niet bij had. Darlene. Ik geloof er niks van. Geloof jullie? Wat gek. Hallo? Sandra. Dat is toch heel geloofwaardig. Ja, heel geloofwaardig. Allee, bedoel. Het gebeurde ons elke dag. En wat doen die twee flikken dan in de zaal? Sandra. Ja, ik ben 1,5 jaar geleden getrouwd. Stom. Heb dat niet gezegd? Sorry, jullie hebben geen kans meer, jongens. Je moet nu Sorry. Niet afkomen dat je spijt van hebt. Hè. Ik ben al 36 jaar geleden getrouwd. Het is eraan te zien, Kama. Zijn haar weigert uit te vallen. Het springt gewoon op. Nee. Als kind was ik kaal, Walter. En dat is waar ik nog altijd niet over ben. Nee. En een vriendin van mij ging de ringen maken. Zij doet juweelontwerp. En zij getrouwd met een ring. Zwijg nu eventjes. En zij doet juweelontwerp op de academie. Ze is ondertussen afgestudeerd. En zij zei, ja, ik ga die ringen... Is dat meisje al getrouwd? Hè? Nee, ze is nog niet getrouwd. En het is eigenlijk een heel mooi meisje, trouwens. Ja? Dan moet je ringen kopen, dat is handig. Maar dus, zij ging de ringen ontwerpen. 2 dagen voor de trouw hadden wij de ringen nog niet. Ik bel dus naar haar en ik zeg... Zeg, Angelica, zo heet ze, heb je al de ringen? Oh ja, de ringen, zegt ze. Ik heb ze al uitgetekend. Ik zeg, ja, maar zaterdag gaan wij trouwen. Ja, geen enkel probleem. Nu, vrijdagavond zou zij komen met de ringen. Zij komt toe met ons ringen. Mijn man heeft juist dezelfde. En wat blijkt, die ringen zijn nog niet af. Zij is dus eigenlijk een last-minute juweelontwerpster. Wat is er toen gebeurd? Mijn man en zij hebben nog tot... Had alleen maar het gat van die ring of zo? Wat zeg je? Had alleen maar het gaatje van de ring. Zoiets, ja. Nee, het is echt waar. En dus wat is er toen gebeurd? Mijn man en zij hebben nog tot 4 uur 's nachts die ringen zitten veilen. Ik was in slaap gevallen op de zetel. Ja, en ik lag zo. En mijn man ging om het 30 uur proberen of de ring paste. Dus tot 4 uur 's morgens heeft hij samen met haar nog aan de ringen zitten veilen. Darling. Darling. Waar? Walter. De laatst opgenomen cd van de Kreuners, dat is ongeveer 2 jaar geleden nu, denk ik, of bijna 3 jaar geleden. Dan zaten we in de studio, alles was zo goed als af, behalve het laatste nummer, dat moest ik nog inzingen. Ik had toen enorme problemen met mijn stem, een verkoudheid een beetje. En ik alleen werd... toen. En ik werd tamelijk snel Ik heb hees. Altijd problemen met jouw stem.
En ik zat in elk geval in de studio en ik probeerde dat nummer erop te krijgen, maar ik voelde dat ik het niet te veel moest herhalen of opnieuw proberen, want dat die stem echt zwakker en zwakker werd. Er stond wel daar op uw stembel. Ik ben erin geslaagd om de 3 strofes van het nummer erop te krijgen en 2 refreinen. Het laatste refrein, wat ook verdubbeld en omhoog gaat, kon ik echt niet meer aan. We hebben dat toen stilgelegd, maar de andere dag moesten we beginnen mixen en we zaten echt heel krap in tijd. En zei ik van, kijk, ik kom nog net voor de mix en ik doe dan op een half uur of 3 kwartier of een uurtje, zal ik proberen om dat laatste refrein nog gezongen te krijgen. Zondagsmorgen sta ik op en ik heb echt niks, maar dan ook geen stem meer. Wat doe ik? Gegroeide pullo's. Wat een mooie dag. voor de mensheid. Voor de mensheid. Maar ik heb toen Ben Krabbe, die normaal veel backing vocals bij ons doet en ook zeer goed kan imiteren met zijn stem, die doet ook alle imitaties. Die heb Schijn ik opgebeld. Zelfs Ben Krabbe imiteerde. Die heb ik opgebeld, ik ben bij hem naar de studio gereden. En hij heeft het laatste refrein ingezongen. En een echte kenner hoort het wel, maar ik denk als je het niet, geen fan van de kunst bent, dat je het niet hoort. Je hoort het eigenlijk niet. Dus weinig mensen horen het, Walter. Ja. Ik denk dat het niet waar is. Die envelop. Bang, nee. Ja, ja, die envelop. En we gaan even kijken wat er gaat gebeuren. En de eerste die ik het vraag, dat is aan Sandra. Hebben ze daar bij jou tot 4 uur 's nachts aan die trouwring zitten veilen? Jawel. Het gaat goed, hè? Ja. Nee, het begint goed. Voorlopig wel. Nu, dat verhaaltje van Kamagurka over die rijkswachters, dat ze hem tot hier hebben begeleid, dat is toch helemaal niet waar. Darlene, moraal studeren, hè? Hoeveel jaar moet je nog naar school? Nog 2. Nog 2 jaar. Oh, dat is kostelijk, hè, naar school. Ja. Nog 2 jaar, dus wel zoveel geld kunnen gebruiken. Inderdaad. Ja, ja, ja. Zit je op kot? Ja. Duur, hè? Ja. Goh. Betalen je ouders dan? Ja. Ja. Dan heb je zoveel geld niet nodig, hè? Ja, eigenlijk niet, de ouders betalen dat. Weet je wat, we zullen het met 12.000 frank kunnen daar veel mee doen als je student bent. Niet zo, nee. Nee. Wat gaan we eraan doen, Walter? Tja. Jij met jouw... Weet je wat, dan geven we gewoon 600.000 frank. Ah, sorry. Jawel. 612.000 frank en een 3 wijze ster erbovenaan. Ja. Want dat is dus heel belangrijk. Die komt, krijgt een ereplaats op jouw kop, denk ik. Dames en heren, volgende week zijn we er weer. We starten weer met 100.000 volgende week. Maar we hebben een leuke winnares vandaag weer al. Dus kijk met ons mee volgende week. Tot dan.